Welkom bij het Wetenschapscafé van Hoezo met al het nieuws uit de wereld van de wetenschap. Onze studiogast vandaag is Tom Derksen. Hij is hoogleraar wetenschapsfilosofie. Hij was de man die de zaak Lucia B. analyseerde en daarmee de aanzet gaf tot de herziening van die zaak. En Lucia de B. is inmiddels 14 april van dit jaar vrijgesproken van de aanklacht, zelfs vrijgesproken van de veroordeling kindermoordenaars te zijn. Tom Derksen heeft een nieuw boek geschreven. Een boek waarin hij de tekortkomingen en valkuilen bespreekt van de alledaagse praktijk van rechercheurs en rechters. En Lucia de B. blijkt dan geen uitzondering, maar slechts één geval in een vrij lange reeks van justitiedwalingen. Daarover praten we zometeen met hem verder. Als altijd zit hier om de tafel de journalistenforum en met vandaag Martijn van Kant uit chef wetenschap van de Volkskrant, Benny Mols, wetenschapsjournalist en publicist, en Sanne Deurlo, hoofdprogramma van Nemo. Hoezo? De snelste koerier van wetenschapsnieuws. Kijk op www.hoezoradio.nl. Welkom, meneer Derksen. We zijn heel blij dat u hier wilde zijn om met ons over dat boek te spreken. Ik wou het even hebben over Lucia de B. uit uw boek, dit nieuwe boek begrijp ik ook, dat er niet eens sprake is geweest van moord en doodslag. Ze is veroordeeld voor, als seriemoordenares voor kindermoord, maar er zijn nooit kinderen vermoord in dat ziekenhuis. Het was gewoon normale kindersterfte. Ja, dat klopt inderdaad. Van het ziekenhuis. Mm-hmm. Ja. Sterker nog, in de jaren dat zij er was, waren er minder sterfgevallen. Dus het idee dat een seriemoordenaar actief is, is absurd. Maar dan, hoe is het nou kunnen komen dat men zich zo concentreert op een periode waarin de kindersterfte lager was dan normaal? En dit klinkt alsof ze hun eigen detective verzonnen hebben, met ook een hele gruwelijke moordenares en zo. Nou, het probleem was, of het vreemde was, dat al die sterfgevallen precies tijdens haar diensten vielen. Mm-hmm. En dan begint er een instinct te werken bij ons van dat kan geen toeval zijn. Oh jee. En mm-hmm. Ja, nou oh jee, precies. Maar, en zo is het begonnen en is het eigenlijk door blijven sijpelen. En langzamerhand is het een explosie geworden. En iedereen heeft gezegd, dat kan geen toeval zijn. Dus ze moet wel moorden hebben gepleegd. Dus er zijn ook kinderen doodgegaan aan moord. Eén klein denkfoutje en daarom komt dan een hele reeks van onzin achteraan. En wat u feitelijk heeft aangetoond is, dat kan wel toeval zijn. Nou ja, er gebeurt dus helemaal niks speciaals. Mm-hmm. En, er gebeuren normale dingen. En als je dat meemaakt, dat is iets wat heel veel verpleegkundigen meemaken. Dat is iets wat, als je met verpleegkundigen spreekt, eigenlijk elke keer weer ontdekt. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dus dat is niet bijzonder. Nee, maar ik bedoel, sterfte is heel normaal in een ziekenhuis. Ja, maar dat het ook tijdens jouw dienst plaatsvindt. Ja. Maar dus, ik begreep uit de berichtgeving ook dat er sociale factoren waren die maakten dat men zich misschien ook wat meer dan normaal op Lucia zou hebben. Nee, dat verhaal gaat steeds meer de ronde, geloof ik niet. Laat het even ontkrachten dan hier. Ja, precies. Wanneer je kijkt naar de verklaringen van de verpleegkundigen de eerste dagen, dan zie je voortdurend dat ze zeggen van, nou, het is een aardige meid, leuke collega. Ja. Alleen, ja, het is toch wel raar dat ze zo vaak bij die coïncidenties is, bij die sterfgevallen is geweest. En toen heeft de directeur een getal uit de hoed getoverd, eerst van 1 op 7 miljard. En toen zeiden ze, er zijn 5 miljard mensen, dus ze moet het wel gedaan hebben. Hij heeft dat zelf. Hij zegt ook, dit is statistiek van de koude grond, heeft hij gedaan. Dat zegt hij ook gewoon. En iedereen zegt, oh, dat is leuk, doe je dat van de koude grond, prima. Maar toen heeft iedereen, ze zeggen, nou, dan halen we deskundigen bij. Toen is Elvers erbij gekomen. Die kan dan op 1 op de 322 miljoen. Ja, onthoud je naam en loop hard weg als u hem ooit tegenkomt. Maar 1 op de 342 miljoen. En ja, daar zijn al die verpleegkundigen natuurlijk helemaal van overstuur geraakt, dan zegt van, ja, dat kan niet anders. Ja. Dus iedereen is op een bepaald moment in de fuik gelopen van, dat kan geen toeval zijn. Ja. Nee, het kan niet anders zijn. Nee, het moet wel waar zijn, terwijl er eigenlijk helemaal nooit iets gebeurd is. Sterker nog, dus de artsen zeggen ook, een aantal artsen, de meeste artsen eerlijk gezegd zeggen, er is niks gebeurd, maar dat wordt nooit vermeld. Maar een paar artsen die haar dan aanklagen zeggen van, ja, in de individuele gevallen, ja, weten we het niet. Maar als je dat allemaal zo samen ziet, dan moet dat dus wel een niet-natuurlijke dood zijn. Met andere woorden, die zogenaamde medische verklaringen, dat zijn gewoon statistische verklaringen van de koude grond ook weer. Ja. Mag ik even? Jij mag. Ja? Wat hier natuurlijk gebeurt, is dat statistiek wordt gebruikt om één geval te bekijken. Kan dat überhaupt wel? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? De uitkomst is alleen anders. Dus als je uitrekent wat de kans is dat het jou overkomt, ja, dan is die kans 1 op de 40, 1 op 44. Dus dat overkomt heel veel mensen. Mm-hmm. En wat de grote fout is, is dat dat een verkeerde waarschijnlijkheid is die je berekent. Wat je berekent is van, gesteld dat ze onschuldig is, wat is de kans dat ze het meemaakt? Maar de vraag is,
gegeven dat ze een coïncidentie heeft meegemaakt, wat is de kans dat ze schuldig is? Ja. En iedereen eigenlijk heeft er verschrikkelijk veel moeite mee om het verschil te zien. Ja. Dat kun je mensen niet kwalijk nemen, want het is ontzettend moeilijk. Je moet elke keer weer wakker worden en zeggen van, hoe was het ook alweer maar precies? Maar is het zelfs niet nog eigenlijk ernstiger, zelfs al is de kans ontzettend klein werkelijk dat het zo zou zijn, dan is het nog steeds geen bewijs dat het zo is. Want dat is een beetje het voorbeeld met de aarde in dit heelal. Het zou kunnen dat we de enige zijn, alleen deze kennen we toevallig. En dan zijn we heel erg zeldzaam, maar we zijn er wel. Ja. Ja. En dat wil niet zeggen dat we dat niet, we niet mogelijk zijn, zou ik zeggen. Het feit dat je alleen maar... ik moet het formuleren als een vraag natuurlijk, maar het feit dat iets zo is, kan nooit alleen bewijs zijn. Nee. Een kansberekening kan nooit alleen een bewijs zijn, toch? En dat klopt. En dat heeft ook het Haagse Hof begrepen. Dat ze vonden, er moet wel iets bij. En toen hebben ze dus een digoxinevergiftiging erbij bedacht. He, dus, en daar hebben ze hulp gekregen van de wolf om dat bewijs te krijgen. Wat ik heel raar vind, is dat bij al dat soort berekeningen, die hangen heel sterk af van de aannames die je doet. En verschillende mensen maken verschillende aannames. Dus hoe kun je nu afgaan op 1 of 2 statistici die dat uitrekenen? Je moet toch meer mensen hebben die dat onafhankelijk van elkaar doen met andere aannames. En dan kijken wat dat oplevert. En je gaat toch niet af op 1 of misschien 2? Nou ja, dat is natuurlijk wel hoe het werkte in de rechtszaal. Je hebt daar een heel eerbiedwaardig iemand die deskundig is. En daar vraag je aan, hoe zit het? En die vertelt je hoe het zit. En dan kan de verdediging eventueel, als hij geld heeft, met iemand anders voor de dag komen. Maar de mensen die ze daarbij hebben geroepen, dat waren hele grote theoretici. En daar werd niks van begrepen. Dus ja, bijvoorbeeld, er lag dat getal van 1 op de 243 miljoen. En wat er dan moet gebeuren is om dat getal weg te krijgen. Je moet er een ander getal tegenover stellen en zeggen van, ja, die berekening klopt niet helemaal, maar het is 1 op de 44, zoals ik zeg. Of zoals Richard zegt, 1 op de 25. Maar die theoretici hebben gezegd van, je kunt nooit een getal geven. Ja, dan ben je verloren. Want wat gebeurt er? De rechter zegt dan tegen de Elvers, hoe zit het eigenlijk? En dan zegt Elvers, ik herken mij hier helemaal niet in. Mijn methode is betrouwbaar. Dank u, meneer Elvers. En dan wordt vervolgens... En dat wordt keurig opgeschreven. En dat vind je ook in het requisitoor terug. Ja. Elvers heeft een betrouwbare methode. Anders zei hij zelf. Nou, dat laatste stuk zeggen ze niet. Even terug naar wat Sanne net zei over statistiek en of je wel of niet iets bewijst daarmee. Kun je iets bewijzen met statistiek, is de vraag. Is het niet zo dat je met statistiek wel kunt aantonen dat je iemand als verdachte mag hanteren? Ja, dat in elk geval natuurlijk. Dus als de kans klein is. Maar je moet nog steeds altijd de omgekeerde volgorde, de goede waarschijnlijkheid gebruiken. Mm-hmm. Dus stel je voor, de kans is, wat een berekening van hun was, de kans was 1 op 30.000 dat in het Julianus ziekenhuis 7 sterfgevallen zouden vallen tijdens de dienst van Lucia de B. Ja. Dan zeg je, dat is een hele kleine kans dat het jou gebeurt. Mm-hmm. Maar als je ziet dat er 60.000 verpleegkundigen zijn, dan weet je dat het 2 keer per jaar gebeurt. Ja. En als je nu in plaats van kijkt naar haar, naar de rechter, dan zie je dat er iets heel anders gebeurt. Want voor die rechter komen al 2 onschuldigen. Nou, hoeveel seriemoorden hebben in het jaar? Eentje misschien? Niet eens. Of twee of zo. Oh, ja. Maar stel dat er 1 is. Ja. Dan komen dus dat jaar voor die rechter 3 personen waarvan de 2 onschuldig zijn. Ja. En het blijft nog steeds zo dat zij een kans had van 1 op de 30.000 om het mee te maken. Ja. Dus dat is het fundamenteel verkeerde goede inzicht, wat dus volstrekt ontbroken heeft de hele tijd bij iedereen. Want als je het zo ziet, zie je van, ja, oké, er is iets gebeurd. Ja. Maar zolang we niet meer weten, is er geen enkele reden. Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt van, laten we nog eens even nakijken. Ja. Maar dan niet in de zin van, we weten dat er moorden zijn. En ja, het is toch wel gek dat die zomaar doodging. Want dat is de soort argumentatie. Het begint dus eigenlijk al met het vaststellen dat dit moord zou zijn. Wat het helemaal niet was. Nee. Dus het was allemaal, rekenarij. Om het maar zo plat te zeggen, over iets wat er helemaal niet bestond. Ik wil even, voordat we in die statistiek blijven zakken, ik kan me heel voorstellen dat er allemaal mensen denken van, ja, daar lezen we al 3 jaar over in de krant, over die statistiek. Oh, ja. Ja, maar dit is de oplossing. Daar zijn we uit. De oplossing hebben we ook, maar die gaat toch niet iedereen volgen op de radio. Daarvoor gaan die getallen te snel over tafel. Ik wil even zeggen, voordat we dit rondje afsluiten, ik vind het boek heel goed en toegankelijk geschreven. Want ik denk ook voor mensen om te blijven luisteren. Dit is een boek over de werking van het menselijk brein. Met voorbeelden uit de wereld van justitie. Maar het gaat over hoe wij elke dag denken. En hoe wij zelf, zonder dat we rechercheur of rechter zijn, allerlei situaties beoordelen, bekijken en interpreteren. En dat vind ik zelf nou het hele aardige ervan. En misschien is het daarna toch nog best wel een goed cursusboek voor rechercheurs en rechters. Maar daar heeft u zometeen een antwoord op. Dank u. En contacten mee.